Wat als Bert en Ernie meer dan vrienden waren? Of het nieuwe K3-lied toch een transgender vrouw was geworden? En de serie Sex Education ook in België geboycott werd? Het zijn allemaal onderwerpen die onlangs in actualiteit circuleerden en die eigenlijk veel zeggen over de positie van seksuele diversiteit, genderidentiteit en seksualiteit in onze samenleving. En laat dat nu ook net zijn waar ik het met jullie vandaag over wil hebben. Ik ben Talia van Wichelen en ik werk als mandaatassistent voor de Universiteit Antwerpen. En vandaag hoop ik jullie iets bij te brengen vanuit communicatiewetenschappelijk inzicht over seksuele en genderdiversiteit in fictie voor kinderen en jongeren. Nu, voor we aan heel die boterham beginnen, is het natuurlijk belangrijk om eerst even te kijken wat ik precies bedoel met seksuele en genderdiversiteit. Over de jaren heen is er een hele lijst aan termen verschenen waar mensen zich mee kunnen identificeren. Denk maar aan LGBTQ, queer enzovoort. Maar in deze presentatie kies ik voor seksuele diversiteit enerzijds en daarmee verwijs ik dan naar diversiteit in seksuele geaardheden. Het gaat dan van heteroseksualiteit tot niet-heteroseksualiteit en alles wat daar buiten valt. Maar ook heb je dan genderdiversiteit en daarmee verwijs ik naar de diversiteit in verschillende genderexpressies. Dat gaat dan van de normatieve man-vrouw verdeling tot alles wat daar buiten die binaire verdeling valt. Nu, een belangrijke kanttekening alvast is dat ik die termen niet gebruik omdat dat de enige juiste of meest correcte termen zijn, maar wel omdat het mijn onderwerp als dit belangrijk is om zo inclusief mogelijk te verwijzen naar iemands identiteit. En daar komt dan ook het correct gebruik van voornaamwoorden bij kijken. Mijn voornaamwoorden zijn zij, haar. Voor iemand die zich als man identificeert, kan dat zijn, hem zijn. Of voor iemand non-binair is dat bijvoorbeeld die, hun. Hè. Die is hun presentatie aan het geven. Voilà, dit is hoe de presentatie of de les van vandaag er dan gaat uitzien. We starten met een overzicht van wat er dan te zien is aan die seksuele en genderdiversiteit in hedendaagse fictie. Dan gaan we over naar hetgeen dat er achter de schermen gebeurt, waarom dat die personages er zijn en hoe dat die dan worden vormgegeven. Om dan te eindigen bij de publieksreacties, hè, of een chiquer woord daarvoor is de receptie. Want hoe worden die personages en die verhaallijnen nu ontvangen bij het publiek? Oké, we beginnen dan bij de representatie. Wat is er te zien aan seksuele en genderdiversiteit? Over de jaren heen kunnen we van een soort evolutie spreken, waarbij de eerste personages of de eerste LGBT+-personages al ver teruggaan, maar dat die eigenlijk vooral aan de zijlijn van een programma te vinden waren. Het gaat dan ook voornamelijk over holibies, dus transgender-personages waren er nog niet zo vaak. En die vormden dus een minimaal onderdeel van de mainstream fictieprogramma's. En hoe die er dan uitzagen, dan ging het vaak over stereotype personages. En het is daarom dat we dan ook wel spreken van heteronormativiteit. En dat is een iets moeilijker woord om te verwijzen naar het feit dat heteroseksualiteit hetgeen was dat het meeste voorkomt, dat dominant is was op televisie, en dat ook hetgene was waar voornamelijk als normaal naar verwezen werd. Maar dan een beetje later kwamen er met personages als Ellen DeGeneres of series als Will & Grace een soort keerpunt in die popular culture. Want die personages brachten hun geaardheid veel meer naar de voorgrond en zagen we dat ook meer op televisie. Om dan nu tot de huidige situatie te komen. En dan zien we dat die personages echt aan het stijgen zijn in een snel tempo. Nu, hoe komt dat? Enerzijds is dat omdat er gewoon ook simpelweg meer content aanbod is. Er zijn veel meer streamingdiensten die ook meer inzetten op die diversiteit. En daarom is er ook gewoon veel meer ruimte voor LGBTQ. Anderzijds is er ook vanuit de samenleving veel meer aandacht voor die diversiteit, waarbij dat we ook soms van diversiteitskreet spreken. En het is misschien daarom ook dat we die meer op televisie zien. Als we dan kijken, kan die evolutie ook opgedeeld worden in drie fasen van representatie, waarbij, ik zei het net al, die eerste personages zagen er vooral stereotyp uit. Denk maar aan de frivole, roosgeklede homoman, zoals Alberto hier van Samson en Gert, of de butch sportieve lesbienne met een kort kapsel en een houten hackershemd. Nu, aan het andere einde van dat spectrum zien we dan vooral normatieve personages. En dat is een soort tegenbeweging, hè, want hoe meer ook draagvlak er was voor homoseksualiteit in de samenleving, hoe meer dat ook genormaliseerd werd. En het is daarom ook dat die personages vaak zo normaal mogelijk werden vormgegeven, hè, of volgens de norm zo normaal mogelijk. En wat dan homoseksuele mannen betreft in het bijzonder, was het zo dat die vaak zo mannelijk mogelijk werden vormgegeven. En hier bijvoorbeeld zien we dan twee personages, Robbe en Sander van het welbekeken What the Fuck. Of hier links zien we de acteur Eric Dane, die staat altijd in de top 10 van de meest knappe Amerikaanse acteurs. Maar in de film Valentine's Day blijkt hij op het einde van de film een man thuis op hem te zitten wachten. Dus tot grote spijt van alle vrouwen die voor die knappe acteur viel doorheen de film. Dus dat is echt een voorbeeld van die normatieve vormgeving van homoseksuele mannen.
Nu, een nieuwe fase dan in de representatie is de fase van fluiditeit. En dat gaat dan over personages die verder gaan dan die binaire genderbenadering en die ook vaak geen toegeschreven geaardheid hebben. Dus hier is eigenlijk de fase waarbij die plus in de LGBT-plus-afkorting eindelijk plaats krijgt en er ook aandacht is voor asexualiteit, panseksualiteit enzovoort. En twee belangrijke percentages hier zijn dan bijvoorbeeld Jules van Euphoria of de serie Sex Education, waar ook diversiteit of seksuele diversiteit dan echt op de voorgrond komt. Nu, ik spreek wel van drie fasen, maar het is niet zo dat die eenzijdig achter elkaar voortkomen. Die zijn een beetje in elkaar verweven. Want er zijn nog steeds stereotype personages, normatieve personages. Maar dat is ook logisch, want zo ziet de samenleving er ook gewoon uit. Maar als het dan echt gaat over die fase van fluiditeit, dan is het vooral die fase die nog minder aanwezig is in Vlaamse fictiereeksen. Vaak zijn het maar enkele personages die echt zo de genderdiversiteit belichamen, zoals bijvoorbeeld Katin Thuis. Of er is nu onlangs ook een heel goede aflevering van Taboe geweest dit weekend, maar dat is dan geen fictieprogramma. En er zijn ook weinig series in Vlaanderen waar die seksualiteitsbeleving van jongeren echt centraal staat. In tegenstelling tot de ondervertoonde series hier, zoals LIT op Netflix, Sex Education, waar ik net al over had, en Euphoria. Nu, naast die verschillende fasen zijn er ook terugkerende tendensen in de vormgeving van die personages. Maar nu een belangrijke kanttekening vooraf al. Het is niet dat dat patroon gelijk is aan een probleem per se, wel als de hele vormgeving van alle personages natuurlijk enkel uit dat patroon zou bestaan. Een eerste patroon dat we zien is dat er bij de LGBTQ-personages vooral een overwicht is aan mannen of mannelijke personages. Denk maar bijvoorbeeld aan de eerste cultfilms zoals Brokeback Mountain hier, of meer hedendaagse series zoals Modern Family of Thuis. Zijn het hier vooral homoseksuele mannen die naar de voorgrond treden. En eigenlijk is dat los van geaardheid ook zo in het algemeen. Het zijn vooral mannen die nog afgebeeld worden en vrouwen over het algemeen iets minder los van hun geaardheid. Een volgende fase dan. Wordt benoemd met de term, of de volgende patroon dan, sorry, wordt benoemd met de term bisexual erasure. En dat is een term uit de literatuur waarbij dat ze eigenlijk willen verwijzen naar het feit dat biseksualiteit vaak niet benoemd wordt of niet vaak voorkomt bij personages. Ofwel is iemand voor de mannen ofwel voor de vrouwen. Maar iets daartussenin, dat zien we eigenlijk niet zo vaak. Hier heb ik dan twee uitzonderingen toch nog gevonden. Enerzijds hebben we Amanita van de serie Sense8. Dat is een biseksueel personage en haar haar is ook echt gekleurd in het paarse kleur van de biseksuele vlag. En wat betreft de serie LIT dan zien we ook Polo, die doorheen de serie affaires of aan dingen doet met zowel mannen als vrouwen. En dan wordt die biseksualiteit ook echt benoemd. Het volgende dan gaat over intersectionaliteit. Dat is niet te verwarren met interseksen. Intersexen gaat dan over iemand die niet uitsluitend met of mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen geboren is. Maar intersectionaliteit gaat over de kruising tussen verschillende identiteiten of kenmerken waar iemand toe behoort. Hè. Iemand heeft een etniciteit, een gender, een leeftijd, een sociaal-economische status enzovoort. Maar vaak worden die hokjes apart weergegeven op de serie. Dus iemand zit in een rolstoel, iemand heeft een andere huidskleur enzovoort. Maar die kruising tussen die hokjes, dat zien we nog niet zo vaak. Buiten hier Eric van Sex Education. Dat is een heel belangrijk personage die echt zijn culturele achtergrond als donkerhuidskleurige jongen meebrengt in de serie. En hij blijkt dan ook nog eens homoseksueel te zijn. Dus daar zien we echt die kruising tussen die twee aparte identiteiten. En in de film The Way He Looks zien we twee blinde jongens die voor elkaar vallen. Dus daar zien we dan die kruising tussen iemands fysieke achtergesteldheid of het blind zijn versus dan die geaardheid. Hè. Als bijvoorbeeld denk je nu, als ik de vraag zou stellen van denk eens aan een bejaard personage die een partner van hetzelfde geslacht heeft. Ik denk niet dat we zo snel aan iemand kunnen denken. Het kan ook misschien aan een generationeel verschil liggen. Maar dat bedoel ik dus met die kruising van die verschillende identiteiten of intersectionaliteit. Dan een volgend patroon is die stereotypering of normativiteit. Dat is hetgeen waar ik het net ook al over had. Hier rechts zien we dus het plot van de serie, van de film Valentine's Day, waar ik het net al over had. Waarbij acteur Eric Dane heel veel vrouwelijke aandacht krijgt doorheen de serie of doorheen de film. Maar op het einde van de rit blijft hij dan als komische plotwist van al die vrouwelijke aandacht weg, want hij heeft thuis een man op hem wachten. En die man blijkt dan ook nog eens Bradley Cooper te zijn, bovenal. Dus hier zijn die mogelijke tekortkomingen nog eens op een rijtje opgelijst. En als we die nu zo zien, zouden we kunnen denken van oei, maar is dan alles problematisch? Of zijn alle personages dan niet goed?
Absoluut niet. Maar als wij vanuit de wetenschap gaan kijken, is het belangrijk om aan kritisch onderzoek te doen. Wat niet wil zeggen dat alles per se activistisch is of dat alles per se problematisch is. Maar wel dat we dus een kritisch constructieve houding gaan aannemen tegenover hetgeen we zien. En dat is ook een onderzoekshouding die je echt vanuit de communicatiewetenschappen aanleert. Dat je eerst dus beschrijvend gaat zien of gaat bekijken, hè, wat het er op tv voorkomt. En dat je nadien dan een mening gaat vormen op een kritisch constructieve manier over hetgeen dat we zien. Dus als je mij dan zou vragen van wat is goede LGBT+-representatie, kan ik daar niet zo'n rechtlijnig antwoord op geven, want dat is veel genuanceerder dan dat. Het is belangrijk om te kijken naar waar die tekortkomingen zitten vanuit de literatuur en om daar dan een opvulling aan proberen te bieden. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb een eigen onderzoek gevoerd en ik wou eens kijken of hetgeen wat we net hebben gezien vanuit de literatuur ook toegepast kan worden op kindertelevisie in het bijzonder. En als we dan kijken naar de programma's op Kidnet en Studio 100 TV en VTM Kids en zo, zien we dat ondertussen ook al die LGBT+-identiteiten zijn doorgecijpeld naar kindertelevisie. Er zijn zowel homoseksuele personages, en dat gaat al vroeg terug naar dan Alberto, zoals ik net al zei, tot nu ook transgender personages. Hieronder zien we Louis, de jongen met de bril. Dat is een transgender acteur die ook een transgender personage speelt in de serie Forever. En qua vormgeving zien we dan diezelfde tendensen terug. We hebben nog steeds personages als Alberto, maar ook iets sportievere mannelijke personages dan een mannelijke partner blijken te hebben, zoals de twee vaders in de serie Like Me. En als we dan kijken waarom dat die personages er precies zijn, dan gaat dat vooral over een didactiek. Er wordt geen spotlight op die personages gezet, van oeh, die zijn anders, die hebben een andere geaardheid. En als toch die verhaallijn naar voren komt van die personages, bijvoorbeeld mijn coming out of zo, dan is het ook belangrijk dat er altijd corrigerend gedrag bij wordt getoond. Wat wil zeggen dat als er iemand lacht met iemand zijn geaardheid of daar niet zo positief op reageert, dan gaan er altijd of vaak personages zijn rondom die dat corrigeren, omdat het belangrijk is om ook via zo'n verhaallijnen aan kinderen aan te leren dat homoseksualiteit of een andere geaardheid normaal is en dat zo'n afkeurend gedrag niet door de beugel kan. En als we dan gaan kijken naar een meer internationale setting, is het heel interessant om te zien dat we in Vlaanderen eigenlijk niet wegschrikken van de lichamelijkheid en affectie tussen die personages. Ik heb hier bewust nu twee foto's ook bijgestoken van kussende personages. En dat is iets dat we in Vlaanderen, in tegenstelling tot andere landen rondom ons, vaker zien. Hè. Liefde is liefde, willen ze bij Ketnet naar voren brengen. En daarom is het zo dat homoseksuele en heteroseksuele personages op dezelfde manier die liefde beleven en ook gewoon voor kinderen als publiek kussen. Als we dat nu zien, kunnen we ons afvragen, is het dan zo dat televisie een soort medeopvoeder is in de acceptatie van homoseksualiteit? Wat ons naar het volgende brengt, hetgeen achter de schermen gebeurt, de productie. Want waarom is het zo dat seksuele en genderdiversiteit op televisie komt? Een eerste belangrijke factor daarin is dat het informatie biedt. Als je iemand ziet vanuit die holibi-gemeenschap, dan krijg je daar informatie over of kennis over. En dat kan dus ook zijn dat dat kennis is over iemand die niet in je directe leefomgeving zit. Voor homoseksuele personen gaat dat nu wel minder zijn. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen een transgender personage of een non-binair personage zomaar vanuit de leefwereld thuis kan terug pinpointen. Nu, dat klinkt misschien heel obvious als je het zo zegt, maar vanuit de literatuur kan er ook echt verklaard worden dat informatieve belang van met de cultivatietheorie van Gerpner. En die cultivatietheorie die stelt dat hoe meer je iets ziet op televisie, hoe meer er ook groeiende acceptatie en tolerantie is vanuit de maatschappij. En dat gaat natuurlijk breder dan seksuele en genderdiversiteit alleen. Maar het komt dus simpelweg neer op hoe meer schermtijd je iemand geeft, hoe meer kennis en begrip er is voor die minderheidsgroep. Het volgende dan is identificatie. Het tonen van LGBT+-personages is een mogelijkheid om je daarmee te identificeren. En vanuit de literatuur brengt ons dat dan naar het gegeven van parasociale relaties. Als je iemand ziet op televisie, dan krijg je daar een verhoogde betrokkenheid mee, naarmate dat je die meer ziet. En dan is het ook echt een manier om mee te leven met die personages. Hè. Denk maar aan die trieste coming-out-lijnen of zo. Personages die eindelijk de liefde blijken te vinden. Het is echt een manier om betrokken te geraken bij die personages. Hè. Waarbij het voorgaande dan vooral over kennis en het cognitieve gaat, gaat niet echt over de emotionele betrokkenheid. Wat is nu het nut daarvan? Voor de outgroep, dus voor heteroseksuele personen, is dat een manier om medeleven en begrip te krijgen voor die homoseksuele personages. En voor de ingroep, dus voor die LGBTQ-gemeenschap, is het een vorm van herkenning en steun. Hè. Denk maar aan een coming-out-verhaallijn. Dat heeft echt de mogelijkheid om mensen aan te zetten om ook thuis misschien een coming-out te doen.
Dan het derde gaat over interactie. Dat is dus een brug proberen te bouwen tussen die ingroep en die outgroep. En daarmee willen we dus diversiteit leren appreciëren, maar anderzijds ook benadrukken dat iedereen gewoon maar mens is. En dat die geaardheid niet als distinctief kenmerk is. Dat niet omdat iemand een homoseksueel persoon is, dat iemand apart is of zo. Dus in representatie is daarom belangrijk om een balans te zoeken tussen enerzijds die normaliteit, iedereen is gelijk en normaal, versus individualiteit. Iedereen mag anders zijn. Dan een laatste factor in waarom dat diversiteit tonen belangrijk is, misschien wel de belangrijkste zelfs, is het feit dat diversiteit tonen ook debat kan opwekken. Representatie gaat dan verder dan het louter vertonen van inclusiviteit, maar fictieseries kunnen dan echt ook als manier dienen om te praten over onderwerpen die vaak voorwerp zijn van sociaal debat en dus meer in de taboesfeer blijven hangen. En het is dus een manier om dominante ideeën in vraag te stellen en erover te praten met de mensen. En natuurlijk gaat het dan niet over dit is een juiste mening of een foute mening, maar wel dat via fictie verschillende ideeën in de samenleving aangereikt worden. En ik heb het net al gehad over die series Euphoria en Sex Education, maar dat zijn echt series die dan koplopers zijn in dingen anders te presenteren, soms misschien zelfs op een chockerende manier, maar dat zorgt er wel voor dat er over gebabbeld wordt en dat dingen die in de taboesfeer vroeger heersten, dat die nu echt naar de voorgrond komen en dat mensen erover praten. En dat debat over wat dan al dan niet gepast is of chockerend is, dat is ook vaak aanwezig bij kindertelevisie. Als het echt gaat over kinderen als publiek van die seksuele en genderdiversiteit, dan heb je enerzijds een kamp van mensen die zullen zeggen van ja, laat een kind vooral een kind zijn, dat hoeft allemaal niet. Versus een ander kamp die dan zegt ja, van het is belangrijk om een kind zo vroeg mogelijk inclusiviteit aan te leren. En daarom ben ik mij gaan afvragen wat die Vlaamse producenten daar dan precies van vonden. Waarom is het zo dat die seksuele en genderdiversiteit op televisie komt? Wel, vanuit de productiekant hebben ze daar enerzijds een formatieve rol aan gekoppeld. Ze vinden dat dat belangrijk is, omdat ze zo kinderen mee kunnen opvoeden tot geïnformeerde en empathische burgers. Het is een manier van herkenning, dat heb ik net al uitgelegd. Hè. Kinderen moeten zich kunnen herkennen op televisie. En dat gaat dan breder als seksuele en genderdiversiteit alleen. En, een heel interessante... Vanuit Ketnet krijgen ze heel vaak klachtenbrieven helaas aan hun adres toegestuurd over die seksuele diversiteit, want waarom moet dat precies op kindertelevisie? En het is net die weerstand van ouders en die conservatieve ideeën die ze dan willen aanpakken en waarmee ze via die personages een soort steun willen bieden aan kinderen wiens thuissituatie niet echt super accepterend is naar homoseksualiteit toe. Ik heb hier ook gesproken met het nethoofd van Ketnet, Annemie Gulix. En die zegt daar dan het volgende over. Als het dan gaat over kinderen versus ouders, zijn het vooral de kinderen die veel minder veroordelend zijn. En als we dan een programma met homoseksualiteit naar buiten brengen, is het vaak die context die helemaal anders naar ouders moet vertaald worden, omdat dat voor hen als volwassenen nog steeds soms chockerend is. Hetgeen dat ze dan al aan hun klachtenbrief geadresseerd hebben gekregen, is bijvoorbeeld dat ze een soort abnormaliteit aan het promoten zijn, waarop ze hun dan antwoorden, nee, absoluut niet, dit is gewoon de realiteit zoals het is. Hoe gaan ze dat dan aanpakken? Hoe gaan ze die series, hoe gaan ze die personages in die series steken? Dan zien we dat er een verschil is in aanpak tussen homoseksualiteit enerzijds versus genderdiversiteit, bijvoorbeeld transgenderpersonages, dat is op sommige vlakken oké, versus die impliciete verwijzingen naar lichamelijkheid en seks, dat heeft geen plek op kindertelevisie. Als het bijvoorbeeld gaat over die transgenderpersonages, dan heeft de aanbodverantwoordelijke van Ketnet, Telija Klaai, daar het volgende over te zeggen. Je kan in principe alles in een programma steken, zolang het maar op een natuurlijke manier geïntegreerd wordt. Als we bijvoorbeeld kijken naar een transgender personage, dan hebben jonge kinderen gewoon nog niet de cognitieve capaciteit om dat te begrijpen. Dus wat is dan het nut van dat personage in zo'n programma te steken? Terwijl als het gaat over verliefdheid en gevoelens krijgen, is het veel makkelijker uit te leggen om ja, dat vorm te geven, bijvoorbeeld tussen twee jongens, twee meisjes of een jongen en een meisje. Dat is veel makkelijker uit te leggen aan eender welke leeftijd. Charlie de Wolf daarentegen, die heeft daar dan het volgende over te zeggen. Net omdat die, dat geloof rond gender en die structuur van gender zodanig in de samenleving ingebakken zit, is het superbelangrijk om dat op een jonge leeftijd al proberen af te breken. En het zijn vooral die kinderen die we dus, omdat die zo open-minded zijn, kunnen proberen vormgeven en proberen sturen in het idee dat gender gewoon maar een structuur is en dat het echt niet uitmaakt op wie dat je valt of hoe dat je identificeert. Dus er wordt met andere woorden rekening gehouden met de leeftijd van kinderen. Het zit dan vooral die personages in programma's gericht op de oudste kinderen, van 9 tot 12 jaar. En dat heeft dan ook te maken met die cognitieve capaciteiten van kinderen. Ze tonen hetgeen dat past binnen een referentieveld van een kind.
En het is daarom ook dat die verwijzingen naar expliciete lichamelijkheid of seks, zoals ik net al zei, nog niet thuis een plaats hebben bij de kinderprogramma's van nu. Terwijl als we dan een beetje noordelijker gaan kijken, naar Denemarken bijvoorbeeld, zien we hier een serie met een man met een gigantische penis. En dat wordt dan in een cartoonfiguurtje vormgegeven om aan kinderen te tonen. Dus daar hebben ze een heel ander idee over die lichamelijkheid en lichamelijke diversiteit. Maar dat is een stadium waar wij in Vlaanderen nog niet aan toe blijken te zijn. Dus, zoals ik eerder al zei, zijn de meningen heel verdeeld wat betreft die seksuele en genderdiversiteit op televisie. En producenten kunnen die personages dan wel met een bepaalde intentie in het programma steken, maar komt dat ook wel zo over bij het publiek? Wat ons brengt naar het laatste deel van deze presentatie. Want wat vindt het publiek van die seksuele en genderdiversiteit? Als we dan kijken naar specifiek een kind als publiek van gender en seksuele diversiteit, dan zien we dat eigenlijk die visies een beetje in twee kampen opgedeeld kunnen worden. Enerzijds heb je het pro-kamp, waaruit dan vanuit de theorie, vooral vanuit de captivatietheorie, parasociale relaties en prosociaal gedrag wordt geschreven. En vanuit de praktijk komt dat dan neer op mensen die het belangrijk vinden dat kinderen empathisch opgroeien, respect hebben voor andere mensen en inclusief leren denken. En diversiteit op het scherm is dan altijd een verrijking van de eigen leefwereld. En het is daar bovendien ook nog eens een manier om handvaten aan te reiken wanneer dat kinderen in een conservatieve leefomgeving opgroeien en weerstand krijgen vanuit hun ouders als het dan gaat over die homoseksualiteit. Het andere kamp dan, aan het andere einde van het spectrum, zien we dat er vanuit de theorie vaak teruggegrepen wordt naar concepten als moral panic. Dat is een begrip dat vooral in conservatieve landen gebruikt wordt. Als een soort politieke tactiek om ongepaste onderwerpen buiten de leefwereld van kinderen te houden. Bijvoorbeeld, er was ooit speculatie dat de Tinky Winky, denk ik dat was, in de Teletubbies iets te vrouwelijk was. En dan is het programma daar gewoon van de ether gehaald. Er moet niet over gebabbeld worden, er moet niet tot bij kinderen komen. Dus wat is dan de beste manier om dat stil te leggen? Het gewoon van de buis te halen. Het volgende is dan childhood innocence, dat hangt daar een beetje mee samen. Vanuit dat concept wordt er echt naar kinderen gekeken als onschuldige, aseksuele kinderen die nog niet met liefde en dergelijke bezig zijn. En het is ook daarom dat thema's als homoseksualiteit of seksualiteit in het algemeen in hun leefwereld nog geen plaats hebben. En in praktijk vertaalt zich dat dan vaak naar van die kreten als laat een kind zijn. Of dat die personages er eigenlijk gewoon maar zijn uit politieke correctheid. Hè? Omdat het moet en niet omdat het een nut zou hebben voor kinderen. Nu, door het internet zien we dat die kampen nog meer tegenover elkaar komen te liggen. Want iedereen kan op eender welke manier moment van de dag een tweet de wereld insturen en dan nog eens heel veel achterban daarop krijgen. En het is daardoor dat die visies dus nog meer tegenover elkaar komen te liggen. Langs de ene kant hebben we mensen die schreeuwen en roepen dat het nog meer diverser moet worden, waar dan heel het woke gegeven bij komt kijken. Maar daar ga ik nu niet dieper op ingaan, want professor Wijns heeft daar een heel boeiende presentatie over gegeven en ik ga het niet beter kunnen uitleggen, dus ik raad zeker aan om daar nog eens naar terug te grijpen. Maar langs de andere kant hebben we dan mensen die echt een halt willen roepen op die diversiteit en die dan vooral vertrekken vanuit het idee dat het mijn politieke agenda is en nog niet bij kinderen terecht moet komen. En dat wordt ook wel door sommigen bestempeld als echte indoctrinatie. Hè. Dat is iets dat uit de mond van een bepaalde politici hier achter mij afgebeeld onlangs in de media kwam. Nu, waar gaat dat debat dan precies over in de samenleving? Enerzijds gaat het over het aantal personages, dus de kwantiteit, hè, waarbij sommigen zeggen het is te veel, in elk programma zit iets en je maakt er al bij wijze van spreken reclame voor. Maar we hebben gezien vanuit de literatuur, hoe meer schermtijd dat iemand krijgt, hoe meer acceptatie er ook is. En anderzijds gaat het ook over de invulling van die personages, dus de kwaliteit. Sommigen vinden het dat de LGBTQ-personages te eenzijdig zijn, niet divers of misschien te divers. En daarom is het belangrijk om terug te grijpen naar die gegronde representatie waar we in het eerste deel van de presentatie over hadden. Nu, de takeaway message met dit te tonen is niet dat er een juiste of foute mening is in het debat, maar wel dat er verschillende meningen zijn, hè, dat de samenleving bestaat uit een veelvoud in stemmen en dat het volledig oké is om naar een van die twee kanten te neigen, zolang dat je maar een kritisch constructieve houding aanneemt. Moeilijk woord, ook moeilijk begrip, maar het is belangrijk om echt oor te hebben voor anderen hun mening en op basis daarvan je eigen mening bij te stellen. En nu met dat in het achterhoofd heb ik een aantal stellingen voor jullie voorzien. Het is leuk om individueel te beantwoorden, maar ik denk dat het zeker ook de moeite is om dat misschien eens in klassikaal verband te doen, om te horen welke stemmen er in de klas en jullie minimaatschappij heersen. Dus de eerste stelling is dan als volgt. Elk programma moet minstens één LGBT+ personage hebben.
Sommigen kunnen daarop antwoorden ja, want schermtijd leidt tot meer acceptatie. Of nee, niet als het niet een gegrond personage is. Zo heb je bijvoorbeeld de typische gay best friend trope, terwijl dat personage eigenlijk amper achtergrondinbedding heeft, maar gewoon er maar bij is om het vinkje van homoseksueel personage af te vinken. Dan, een programma met enkel LGBT+ personages moet kunnen. Ja, want dat is de mogelijkheid om diversiteit binnen die diversiteit te tonen. Zo kan je transgender personages, non-binaire personages, intersectionele personages, al die tekortkomingen die er zijn, kan je dan in één ruk opvullen. Of nee, want als je enkel een programma met LGBT+ personages hebt, kan dat wel eens koren op de molen zijn voor kritiek. Er is al zoveel en je maakt er bij wijze van spreken echt reclame voor. Dan. Zowel seksuele diversiteit als genderdiversiteit horen thuis in kindertelevisie. Ja, want kinderen zijn hier klaar voor en het helpt hen geïnformeerd en empathisch op te groeien. Of nee, homoseksualiteit kan misschien wel, maar als kinderen toch nog niet begrip kunnen hebben van een transgender personage, dan heeft het geen nut om dat in een serie zomaar erin te gooien, want dan gaat het eigenlijk zijn nut voorbij. Of nee, kinderen moeten gewoon simpelweg kinderen zijn en je moet hen geen politiek agenda opdringen. Dan, tot slot de laatste stelling. Enkel LGBT+ personen mogen LGBT+ rollen spelen. Ja, want dat is inclusie en dat is kansen voor de LGBT+ gemeenschap om ook zowel achter de schermen als voor de schermen werk te mogen uitoefenen. Of ja, die eigen ervaring van een homoseksueel of een transgender persoon is een meerwaarde die niet-LGBT+ personen nooit zullen hebben. Dus authenticiteit gaat dan boven talent. Of tot slot, nee, dat is eigenlijk gewoon pure positieve discriminatie en je moet altijd kijken naar iemands talent in plaats van hoe authentiek een persoon is. Wat mij nog tot deze laatste meme van Scarlett Johansson brengt, die in haar volgende film een heel talentvolle boom gaat spelen. Voilà, dat is het einde van mijn presentatie. Dank je wel om tot het einde van de les van de eeuw te koer ook nu te brengen. Mocht er nog vragen zijn, kan je die altijd naar onderstaand mailadres sturen. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag.